Hoi allemaal, ik ben Noorje van Hooggemeenschap Hollands Noorderkwartier. En vandaag ben ik in samenwerking met de Koninklijke Munt en gemeente Beemster in de Beemster. Je staat er misschien niet iedere dag bij stil, maar eigenlijk is het heel speciaal dat we hier in Nederland met droge voeten staan. Zonder onze dijken en droogmakerijen zou ons land voor 60% onder water staan. Kijk, dit hier is een NAP-kaart en hierop kan je heel goed zien of jouw woning onder water komt te staan als Nederland overstroomt. Wij staan nu hier. Nou, zoals je ziet staat de Beemster helemaal onder water. Vroeger was dit ook zo. In de 17e eeuw was dit gebied namelijk eigenlijk nog één groot meer. Nou, vorige week was ik ook in de Beemster, toen was het iets minder lekker weer dan vandaag. Maar ik had hier met Marianne afgesproken en zij heeft ons meer verteld over waarom de Beemster nu een plekje heeft op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Dit is Marianne. Marianne is vrijwilliger bij bezoekerscentrum Beemster. De Beemster staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Zou je kunnen vertellen waarom dat is? Beemster is op de UNESCO Werelderfgoedlijst gekomen omdat de mensen toen een visionair en functioneel beeld hadden van hoe ze dat meer droog wilden leggen. En heden ten dagen, ondanks alle maatschappelijke ontwikkelingen in al die 400 jaar, is dat beeld nog steeds zo gebleven. En bovendien, alles is op schrift en kaart vastgelegd en te reproduceren. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de Beemster een soort van voorbeeld is voor de rest. Ja, de Beemster is een voorbeeld geweest voor veel andere landaanwinningen en droogleggingen in de wereld. En dit jaar vieren we het 20-jarige jubileum van de Beemster als werelderfgoed. De Beemster staat symbool voor de manier hoe Nederlanders hun eigen land hebben ingericht. En in teken van het Nederlandse werelderfgoed staat de Koninklijke Nederlandse Munt in opdracht van het ministerie van Financiën en herdenkingsmunt, namelijk het Beemster Vijfje. Menno Snel, staatssecretaris van Financiën, mocht de eerste munt slaan tijdens de ceremonie in Midden-Beemster. Kijk, dit is hem dan. Als je goed kijkt naar de munt, kun je op de voorzijde onze koning zien en op de achterzijde het polderlandschap van de Beemster. Ja, zeker een land en munt om trots op te zijn. Ik vind het echt super tof dat op deze manier een stukje van het Nederlandse waterbeheer en erfgoed vereeuwigd wordt. Het is ook zeker geen slecht idee om af en toe even stil te staan bij het feit dat we in een prachtig en vooral droog land wonen. Ik wil jullie weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. Als je meer informatie wilt, dan kan je klikken op de link in het bericht. En ik zie jullie volgende keer weer. Doei!